superleuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe bakvideo. Dit keer weer een bakvideo in plaats van een kookvideo. En dit keer gaan we wafels maken. Ik moet zeggen, ik heb het tot denk een maand geleden nooit gemaakt, wafels. Wel vind ik wafels super lekker. Meestal heb ik het ook gewoon hier in de la liggen. Ja, kijk, dit soort wafels. Die eierwafels. Ik vind dat echt super lekker als tussendoortje snackje. Maar nu heb ik voor kerst van mijn ouders een wafelijzer gekregen. Die wou ik echt super graag. Kijk, die is hier. Die kan je hier zien. Die wou ik echt super graag. Want dan kan ik mijn eigen wafels maken. En dan kun je dus ook gezondere wafels maken. Dus bij deze ga ik jullie laten zien hoe ik de wafels maak. En heb je nou geen wafelijzer, dan kan je van het beslag eventueel ook pannenkoekjes maken. Dat je het in een pan giet en dat je dan kleine pannenkoekjes maakt. Dat is ook gewoon mogelijk. Alleen ja, ik heb nu wel een wafelijzer, dus ik maak er wafels van. Maar het beslag kan net zo goed ook in een pan. Want ik bedoel, een wafelijzer is eigenlijk ook gewoon een pan. Een hete pan. Dus laten we beginnen. Allereerst doe ik 130 gram havermout in de blender. Serieus, nu de batterij leeg van de weegschaal. Oh mijn god. Oh, gelukkig, er zitten wel batterijen in die wij hier nog wel hebben liggen, denk ik. Oh, dat zou vervelend zijn. Ja, dan zou ik het op de gok doen. Maar het is alsnog wel fijn om precies te weten dat je 130 gram erin hebt zitten. Oké, ik ga even snel een nieuwe batterij halen. Oké, nieuwe batterijtjes. Ik hoop zo dat hij niet kapot is en dat het echt gewoon die batterijen zijn. Ik heb hem laten... Ja, hij gaat het gewoon doen hoor. Ik zie het schermpje al branden. Ik had hem ook echt laatst nog gebruikt, een paar dagen geleden. Dus dan kan het bijna niet dat hij kapot is. Maar ja, je weet natuurlijk nooit. 130 gram havermout. Oh ja, trouwens wel goed om te zeggen. Dit is denk ik ongeveer goed voor 10 à 12 wafel. Je kan natuurlijk alles gewoon door de helft doen als je gewoon 5 wafels wil. Alleen Noël is hier en Enzo is hier. Nou, ik ga er sowieso ook wel 2 of 3 eten. Dus ik dacht, ik maak er gewoon 10 à 12. Zo. Dus 130 gram havermout doe ik in de blender. Zo. Dan heb ik hier 1 banaan. Die gaat er ook volledig bij in. 2 eitjes. Dieper langs. Gatsitari. Dan doe ik er ongeveer 3 theelepels bakpoeder bij. Dan heb ik hier cottage cheese. En het voordeel van cottage cheese is dat er daar best wel veel eiwitten al in zitten. Je kan bijvoorbeeld ook yoghurt of iets dergelijks gebruiken. Maar ik ben erachter gekomen dat dit ook super lekker is doorheen. Hiervan gebruiken we 200 gram. Dit bakje is precies 200 gram, dus alles kan er gewoon bij. En cottage cheese heeft van zichzelf een best wel korrelige structuur. Maar aangezien het zeg maar door het hele beslag heen gaat en je ook de havermout hebt, proef je daar uiteindelijk helemaal niks van. En dan voor de smaak doe ik er nog een klein beetje kaneel doorheen. Dat is ook ongeveer 1 theelepel. En heb ik hier koek- en speculaaskruiden. Daar doe ik ook een klein beetje van doorheen. Ook denk ongeveer 1 theelepel. Zo, dan hebben we alles in de blender zitten. En dan gaan we het blenderen. Blenderen, is dat een woord? Gaan we het mixen. Als laatste heb ik dan hier bakspray. Hiermee vet ik het wafelijzer in. En dit doe ik elke keer als ik de wafels eruit gehaald hebben, doe ik dat weer opnieuw. Want het is best wel tricky met wafels maken dat het heel snel aan de boven- en onderkant blijft plakken. Inmiddels heb ik hier een soort van tactiekje voor gevonden. Ik ga het straks aan jullie uitleggen. Het is eigenlijk heel raar, want ik doe gewoon letterlijk een timer. Maar goed, het werkt. Dus laten we allereerst dit eventjes met elkaar mixen. Ik doe er een heel klein beetje melk doorheen, want ik merk dat het best wel dik is. Dat het niet echt gaat blenden. Dus een heel klein beetje melk. Je kan natuurlijk ook een beetje water toevoegen. Zo, dat is nu helemaal een glad mengsel geworden. Wat ik dan eigenlijk altijd doe, ik giet dit over in een handigere maatbeker. Zodat ik het makkelijker op het wafelijzer kan gieten. Ik doe het wafelijzer trouwens alvast even aan. Want die moet natuurlijk even een beetje opwarmen. Zo, die staat aan. En dan giet ik het altijd over in deze maatbeker. Oké, terwijl het wafelijzer eventjes aan het opwarmen is, ga ik jullie alvast even vertellen wat mijn trucje is. De eerste keer dat ik wafels ging maken, ging het helemaal mis. Ik dacht, hoe kan dat nou? Is er iets mis met het wafelijzer? Is mijn beslag niet goed? Maar je moet met wafels echt lang wachten voordat je hem open kan doen. En als je hem eerder open doet, dan gaan ze zeg maar zo uit elkaar. En dan plakt alles aan elkaar. Moet je weer eerst alles schoonmaken. Nou, ik werd echt helemaal gek. Maar nu ben ik dus achtergekomen dat het ongeveer 2 minuten met mijn wafelijzer duurt voordat hij aan beide kanten goed gaar is. Dus ik wacht letterlijk, ik doe gewoon de timer op mijn telefoon aan. Ik wacht 2 minuten en dan zijn ze klaar. En dan kan ik ze gewoon op het bordje doen, volgende beslag erin. Hij is groen. Volgende beslag erin en dan ja, gewoon door. En trouwens, elke keer wat ik net ook al zei, tussendoor wel wat bakspray. Want ja, daar ga je gewoon mee voorkomen dat het gaat plakken. Goed, laten we de eerste beslag erin doen. Ik vind het toch elke keer wel een beetje spannend, want zo vaak heb ik het nou ook weer niet gemaakt. Ik zorg er gewoon voor dat er een goed balletje zeg maar op ligt. Nou, dan doen we hem dicht. En het enige wat ik nu dus doe, is gewoon de timer 2 minuten aan. En na 2 minuten ga ik hem pas open doen. En de eerste keer vond ik dat super spannend, want zoals je nu hoort, hij sist heel erg, hij rookt al een beetje. En dan denk je echt van, oh, zal ik even kijken? Maar dat moet je dus niet doen, want dan gaan ze echt helemaal kapot. En dan, de smaak wordt er in principe niet anders van, maar je wil natuurlijk gewoon een mooie wafel hebben. Goed, in de tussentijd, dit duurt dus 2 minuten per 2 wafels. In de tussentijd ga ik wat aardbeidjes snijden, dat is hetgene wat we erbij gaan eten vandaag. In principe kun je elk soort fruit natuurlijk erbij eten of geen fruit. Oké, plannen zijn veranderd. De aardbeien zijn op. Ik dacht dat ik nog aardbeien had, maar niet dus. Dan gaan we voor appel, denk ik. Ja, of banaan, maar er zit natuurlijk al banaan door. Dus ik doe er een paar kleine stukjes appel bij. Het spannendste moment is aangebroken. 2 minuten zitten ze er inmiddels in. Ik vind het serieus echt spannend, want ja, je weet het nooit. En ik heb trouwens een vork, maar als je een vork gebruikt moet je er echt voor zorgen dat je je ijzer niet aanraakt. Want oeh, ik hoor wel iets plakken. Nou, ze zien er wel netjes uit. Kijk eens even. Oh, lekker. Oké, dan doe ik weer wat bakspray erin. Dan kan de volgende laag erop. Ik zal de volgende ronde laten zien hoeveel ik precies op mijn wafelijzer doe. Maar het verschilt natuurlijk ook per wafelijzer hoeveel erin moet. Want sommigen hebben kleinere wafels, ja, dan doe je minder erop. Maar ik zou er gewoon voor zorgen dat je in het midden giet en dan gewoon goed gevuld. Zodat als je je inbeeldt en gaat straks dicht, dat alles zeg maar bedekt is. Ja, dat is best moeilijk inschatten. Ik kan het, zou het misschien met eetlepels kunnen doen. Maar ja, ik giet het gewoon in het midden. En als je te weinig hebt is het niet erg. Als je te veel hebt gaat het misschien een keer aan de zijkanten uit. Maar zo kom je er wel achter wat de juiste hoeveelheid is. Kijk, nu rookt hij dus echt al super erg. Maar ja, dat is dus niet erg. De eerste keer dacht ik echt van, oh nee, ze gaan verbranden. Maar zoals je ziet, na 2 minuten zien ze er zo uit. Nou, echt lekker. Echt heerlijk. Oké, ik ga de appel schillen. En dan doen we die op het bordje erbij. Op dit moment zijn trouwens Shahid en Daniel en Noël hier. Dus als ik die straks ga roepen om te vragen of ze even willen proeven, dat is op zich wel een leuk idee. Dan heb je meteen 4 mannen die dit proeven. Als die het lekker vinden, dan moet het wel goed zitten. Oké, 2 minuten zijn weer voorbij. We gaan hem weer openmaken. Voorzichtig, voorzichtig. Oeh, hij ging hem een klein beetje plakken. Oké, die is een klein beetje een andere vorm. Oké, dat zijn er al 4. Nou, ik moet zeggen, het ziet er toch super lekker uit. Deze heeft een beetje een gekke vorm, maar zoals ik eerder ook al zei, de smaak wordt er vast niet anders van. Oké, dan ga ik weer wat bakspray erop spuiten. Oké, ik ga jullie nu proberen te laten zien hoeveel ik ongeveer doe. Hopelijk zien jullie dat nu. Oké, ik doe zo in het midden gieten en ongeveer zoveel. Ja, hoeveel is dat? Ik denk ongeveer 3 eetlepels. 3 à 4 eetlepels. Zo, en dan doe ik hem dicht. En dan doen we de timer weer. Ja, het werkt echt super goed. En dan weet je ook gewoon zeker dat ze niet gaan verbranden. Zo, heb ik hier een klein beetje kaneel. Dan doe ik even over de appeltjes. Op zich is wafels bakken best wel relaxed. Want ja, het duurt best wel lang voordat de wafels klaar zijn. Bij mij 2 minuten. Maar ik las serieus op internet bij sommige mensen ook gewoon 4 minuten of zo. Ja, dan kan je in de tussentijd echt veel doen. Zoals dus dit, de appelschillen in kleine stukjes snijden. Wat ik trouwens sowieso ook doe is een klein beetje poedersuiker er zo overheen. Ja, gewoon omdat het lekker is. Zo. Even kijken, 2 minuten zit hij er nu in. Spannend, gaan we hem weer openmaken. Ik zal het nu eventjes zo openmaken, zodat jullie kunnen zien hoe dat eruit komt. Zo, meteen de beste, denk ik. Nou, en dan prik ik hem er dus uit. Maar zorg er dus echt voor dat je met je vork niet het wafelijzer aanraakt, want dan beschadig je echt je wafelijzer. Nou, dat is het. Doe ik nog een beetje poedersuiker. Zo. En dan de appeltjes eroverheen. Ik zeg helemaal geslaagd. Dit ziet er toch top uit. Ik ga zelf zeker weten ook even 1 proeven. Ik heb er nu dus 6 en we zijn met z'n 5. Dus ik ga die jongens erbij halen. Oh, nou, lekker joh. Zo. Kijk eens even. Wat lekker schat. Een gezonde wafeltje. Tenminste, ik denk dat het lekker is. Wat doe je in de la? Ja, ik heb zelf ook... Ja. Gezondheid. Ik heb zelf ook nog niet geproefd. Zoek je bestek? Ja. Dat is hier. Nou, dat was de verkeerde la. Ja. Heb je een mes? Heb je slagroom? Nee. Ja. Dat is een sportkanaal. Ja. Dat is nog lekker. Zou ik als eerste proeven? Ja. Appel is wel lekker. Kan heel geen keus. Jij bent de eerste die... Ik heb zelf wel nog meer. Oh. Lekker? Jullie ook wel even proeven, ja. Jullie hoeven niet, toch? Hier, Daniel, jij wil hem wel in je hand, hè? Daniel, hij maakt er gewoon een bal van. In 1 keer in je mond. Oh mijn god, Daniel. Het is wel echt lekker hoor. Hoe ga je nu eten? Maar je zit echt gezond aan, Maya. Er zit wel poedersuiker op. Ja, alleen de poedersuiker, maar ik zei al, dat kan wel hoor. Ja, dat is wel lekker. Beetje appel, beetje zon. Fris, lekker. Ja, fijn? Gaan we dit doen? Ja. We doen al 3 dagen geen te eten. Ja. Echt lekker. Lekker opgezet koken. Ja, heerlijk. Ja? Oh. Nou, fijn. We gaan weer. Ja. Nou, jullie gaan weer. Bedankt. Noël, neem maar mee hoor. Doei. Oké, nou, geslaagd dus blijkbaar. En ik zei al, als 4 mannen het lekker vinden, dan is het zeker wel geslaagd. Dit recept zou je kunnen eten als ontbijt, tussendoortje of lunch. Ja, eigenlijk op elk moment van de dag wel, behalve avondeten. Zou een beetje raar zijn, kan natuurlijk ook wel. Er zijn trouwens heel veel mensen die bijvoorbeeld avond eten in de middag en dan in de avond gewoon een broodje eten of een wafel. Maar ja, dus ontbijt, lunch is eigenlijk de beste tip om dit dan te eten. Maar als tussendoortje kan het natuurlijk ook gewoon. En ja, ik vind het echt gewoon een feestje. Ik vind het super lekker. En ja, en brood vind ik ook super lekker. Ik bedoel, ik eet bijna elke dag ook gewoon brood. Maar af en toe afwisselen met dit soort wafels of de muffins of pannenkoekjes. Ja, dat vind ik gewoon super leuk. Dus ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden en jullie dit recept ook gaan maken. Nogmaals, je hebt niet per se het wafelijzer nodig. Je kunt ook kleine pannenkoekjes maken met het beslag in de pan. Misschien is het wel een goed idee om de volgende keer dan pannenkoekjes te maken. Wel met andere ingrediënten. Maar dat jullie zien hoe ik de pannenkoekjes maak. Havermout, banaanwafels denk ik dat ik het noem. Ik denk dat dat het is. Ja, er zit havermout en banaan in. En dus cottage cheese. Cottage cheese, best wel een moeilijk woord. Laat weten wat je van het recept vond. Als je het zelf thuis gaat maken, laat dan vooral weten of je het lekker vond. En dan voor nu zeg ik dikke, vette peace.